Goeiedag, we zitten in een periode van zeer rustig weer, droog weer ook, met vrij hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. En de komende periode zal dat niet heel veel gaan veranderen. Ik denk dat vaak rustig weer blijft overheersen. Zo af en toe zit er een dipje in. Dat betekent bijvoorbeeld ook deze ochtenden waar we mee te maken hebben, dat het er vaak zo uitziet met prachtig mooie ochtendrood, omdat er wel wat hogere bewolking aanwezig is. Rust, nevel en mist, het ziet er prachtig mooi uit. Veel minder rustig is het woensdag in Ierland. En dat heeft alles te maken met deze depressie, een stormdepressie die geleidelijk aan ook over Ierland gaat trekken en daar toch wel voor heel veel wind gaat zorgen. Het bijbehorende wolkenpakket, dat komt wel wat dichterbij. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij morgen ook in de loop van de dag wat meer bewolking zullen gaan krijgen. Laten we ook maar eens naar de wind gaan kijken van dat systeem. Het is storm Agnes. Het is de eerste storm van dit jaar die een naam heeft gekregen in ons gebied. Hier zien we het lage drukgebied op woensdagochtend 7 uur. Dan nog voor Ierland. Meeste wind op dat moment boven de oceaan. Maar als we hem dan in beweging zetten, dan zien we dat de kern van het lage drukgebied langs Ierland trekt en ook over Schotland gaat trekken. En dat betekent dat het daar vrij winderig is, maar het windveld, ja, Nederland bereikt het eigenlijk niet. Wij houden voorlopig toch wel dat rustige weer, alleen dus de bewolking die daarbij komt. Verder blijft het op de oceaan toch wel vrij onstuimig, vaak veel wind. Maar in onze omgeving is het echt een stuk rustiger. Als ik de grondkaart erbij ga pakken, kunnen we dat ook mooi zien. Gaan we weer even terug naar woensdagmiddag. Zien we het lage drukgebied, storm Agnes, zoals gezegd, ten westen van Ierland. Het windveld daaromheen, maar in onze omgeving eigenlijk heel rustig weer. Nauwelijks wind, wat hoge bewolking is er aanwezig. Af en toe ook wat zon. Zon wordt best wel vaak afgeschermd, maar toch wel zeer zachte lucht. Als de animatie aanzet, zien we dat lage drukgebied voorbij trekken. We zien alweer een volgend lage drukgebied boven de oceaan. In Ierland en Groot-Brittannië, daar blijft het toch wel erg wisselvallig. Maar in onze omgeving ziet het er allemaal rustig uit. Toch blijft het niet helemaal droog, want vrijdag, dan komt er toch wel een soort van verpieterde storing over. En die brengt ons veel wolken en regen, gaan we zo zien. Dat zien we vanuit het westen komen opzetten. En dat brengt dus wat neerslag. Maar daarachter, en dan komen we in het weekeinde uit, zaterdagochtend, het opbouwen van een hoge drukgebied boven het westen van Europa. En dat betekent dat het weekend er weer heel aardig uit gaat zien. Zeker die zaterdag, die blijft droog met flink wat zon. Op zondag heel misschien dat er in het noorden een buitje gaat vallen, omdat dat hoge drukgebied weer wat verder naar het zuiden beweegt. Begin volgende week komt er dan toch wel iets meer een westcirculatiegang, west-noordwest, dan kan het iets wisselvalliger worden. Maar een nieuw hoge drukgebied komt in de loop van de week ook weer tevoorschijn. Trekt over Groot-Brittannië richting Nederland. En dat betekent dat we in de tweede weekhelft toch ook wel weer ervan mogen uitgaan dat het rustig weer gaat worden. Is natuurlijk allemaal nog ver weg. Maar ja, het is niet voor niets een tiendaagse. We gaan er toch wel eventjes naar kijken hoe zich dat ontwikkelt. We gaan terug naar vandaag en morgen. Nou, vandaag hebben we eigenlijk wel gehad. Laten we de kaart van donderdag er maar bij gaan pakken. En dan zien we dat het nog steeds rustig weer is, maar wel wat meer wind. En dat komt toch ook wel door die storm Agnes die dan wat dichterbij komt. Dat lage drukgebied komt wat dichterbij. En dat levert dan iets meer wind op in onze omgeving. Met name aan zee zal dat te merken zijn. Windkracht 5, misschien ook wel eventjes windkracht 6. Dat is zeker niet uitgesloten. De dag begint met vrij veel zon. In de loop van de dag wel wat meer bewolking. En de temperaturen die komen uit tussen de 20 en 23 graden. Vrijdag een ander weerbeeld. Dan is het toch wel een overwegend bewolkte dag, waarbij de temperatuur lang wat laag blijft. Die blijft zo rond 15, 16 graden. Omdat er ook wat regen over gaat trekken. Later in de middag gaat het vanuit het westen wat opklaren. Dan komt er ook wat zachtere lucht in onze omgeving. En gaan we toch nog wel richting die 20 graden. De wind die waait uit westelijke richtingen en is matig tot vrij krachtig. Nou, nog een stapje verder, want dan komt dat weekend dus in beeld. Zaterdag kan het 20 graden worden met flinke zonnige periode. En zondag misschien nog wel een graadje warmer. Daar hebben we wat druppeltjes in getekend. Ik denk dat dat wel meevalt. Maar misschien dat in het noorden van het land er een enkel buitje gaat overtrekken. En dan begin volgende week, dan blijven we zo rond die 20 graden. En vooral dinsdag is er dan weer een buienkans. Kijken we ook nog eventjes naar de pluimverwachting. Want dan zien we dat we toch wel, ja, een beetje aan de zachte kant blijven, zo mogen we dat toch wel zeggen.
voor deze periode rond die 20 graden voor het midden van het land. Dinsdag en woensdag duidelijk eventjes wat lagere temperaturen. Dat komt omdat die wind wat meer naar het westen, noordwesten draait. En dan krijg je gewoon wat koelere lucht. Het is dan ook wat meer bewolkt. Maar daarna toch wel een soort van herstel, laten we het zo maar zeggen, gaat die temperatuur weer omhoog. En we zien ook dat er behoorlijk nog wat marge aanwezig is. Misschien dat we zelfs wel af en toe boven die 20 graden gaan uitkomen. Kunnen we nog iets over de neerslag zeggen? Jazeker. Vrijdag heel duidelijk die neerslagkans als dat storentje overkomt. Dan zondag misschien dat buitje. Maandag en dinsdag wat wisselvalliger. En verder, ja, het blijft over het algemeen toch vrij droog weer. Er kan eens een dag tussen zitten met wat buien. En de temperaturen, ook die blijven vrij hoog voor deze tijd van het jaar. Want u moet ervan uitgaan dat we zo rond de maandwissel van september naar oktober zo tussen de 16 en 18 graden zitten in het midden van het land. Nou, daar zitten we echt wel boven. Nog een fijne dag.